Ik sta hier met een pijnlijke naar ons dorp te promoten, het winkelcentrum. Het kader van pijnlijke Noodorp, ja natuurlijk. Nou, ik geniet van het fantastische natuurlijk pijnakker. Natuurlijk. Want in pijnakker doe je alles natuurlijk. Je winkelt natuurlijk, je eet natuurlijk, je leeft natuurlijk. Je doet alles in pijnakker natuurlijk. Natuurlijk. Ja, Wim, hallo. Joe, is er iedereen om de mensen op te roepen om hier naartoe te komen? Ja, lijkt me leuk. Ja, stop maar. Voor alle mensen die komen, hebben we misschien een sticker aan. Een sticker in de goodiebag. En je mag met Mark Jacobs op de film. Dat zijn de boeren. We hebben soep. Ja. Is het met die kar? Ga je die spikken? Nee, en dan kan ik even leunen. Zo erg met je? Ja, heel erg. Komt dat? Roken? Roken. Want te roken? Ja. Dat moet je niet doen. Nee, doe ik niet. Voor je. Hè? Wij zitten hier in het kader van de promotie van Pijnakker Noodorp. Van de gemeente, van de ondernemers, van de organisaties hier in Pijnakker Noodorp. Om te vertellen hoe mooi het hier is. We zijn met de gemeenteraad samen met de burgemeester, de wethouders en de organisatie van Pijnakker Noodorp op pad. Om te promoten dat Pijnakker natuurlijk zo'n mooie gemeente is om in te wonen, werken, leven, sporten. En filmen, hè Wim? Want je hebt al heel wat gefilmd al in deze mooie gemeente. Waar gaan we naartoe nu? We gaan nu naar Delfgauw. Nou, volgens mij gaan we er niet naartoe. Gaan we de verkeerde kant op volgens mij, of niet? Nou, verkeerde kant. Die kant. Die trouwens helemaal niet. Het lijkt inderdaad erop nog helemaal fout. De chauffeur, hoe gaan we eigenlijk? Ja. Oh, hoe gaat hij nou? Oh, zo ga ik zou niet gaan. Ja, ik zou hier niet heen gaan. Ja, ik zou teruggaan. Nee hoor, het gaat goed. We gaan toch naar Delfgauw. Kijk maar Wim, we gaan over de Oostlaan. Je ziet dan een rondje rijden, dus we gaan toch weer goed. Ja, gaan we dat doen? We gaan daar bij de Kanoodorp nog meer op de kaart zetten. En we gaan ons nieuwe logo laten zien. Hoeveel mandjes heb je? Twee. Twee mandjes. Aan het winkelcentrum veilig maken. Goedemiddag, mevrouw, meneer. Mag ik u een plastic tasje aanbieden namens de gemeente Pijnakker Noodorp? Dank u wel. In het kader van City Marketing hoeft u nooit meer een tasje te kopen. Dus, van die ding. Altijd een heel tasje bij de hand. Ja. Ja. Die mevrouw heeft het uitstekend naar de zin. Is pas in Pijnakker komen wonen. Ja. En ze is dus heel blij dat ze hier is komen wonen. Ja. Nou, heel veel plezier en heel veel woonplezier. Hè? Maar ook de natuurlijke producten die wij hier in onze gemeente verbouwen. Er staat een mooie site, je kunt precies zien welke bedrijven allemaal. Ja. Nou, gaan we doen. Ja? Oké. Okay. Een beetje wel. En voor Pijnakker Noodorp. Hier. Handig? Ben je er ook een? Nee. Nee? Gaat goed zo? Oké. Hey, doei. Waar is die nou? Oh, dit is met heel veel... Ik mag namelijk geen ananas, dus vandaar. Dus dan neem ik met weinig ananas. Als ik fiets kan nu wel letter. Nee, dankjewel. We zijn in Pijnakker gestart en we gaan hier zo meteen een bord onthullen met fietsroutes, een fietsroute-app. En daarna gaan we naar Noodorp en dan gaan we dat weer doen. Dus dan hopen we dat dus die kan ik downloaden. Iedereen dat weet. Ja, ja, is heel leuk. Ja, is heel leuk. Leuk. Biesland, Delfzijl. Absoluut. Absoluut. Alles zit erin. Groene zone. Ja. Inclusief alle leuke tentjes waar je onderweg kunt stoppen om even een kopje koffie of thee te drinken. Zit er ook allemaal bij. Kijk, anders gaan we niet eens fietsen. Nee, als ga je niet eraan beginnen hè, met stappen. Ja. Leuk, leuk. We zijn hier vandaag met de gemeenteraad en met mensen van het college. Om hier dit bord te onthullen, dat fietsroutebord. En dat gaat over natuurlijk Pijnakker Noodorp. Is er iemand die wil helpen? Met het bord? Ik zie geen kindjes. Ja, ik heb een kindje hier. Hoe heet jij? Ik ben Jort. Jort? Ja. Oh, mooie naam. Twee, drie. Mooi zo. Mooi bord, hè?
Wat het over? Lekker kruisjes. Van wie, waar is dat van? Van de fruitboer hier. Hartstikke leuk. Heel leuk. Goeie actie. Goeie actie, ja, dankjewel. Nou ja, kijk op de site en dan zie je wat de gemeente allemaal te verkrijgen is. Prima. Oké. Okay. Dankjewel. Jo, fijne dag. Gratis, promotie van de gemeente. Dus voorkomt ook dat je allerlei plastic dingen hoeft te kopen. Oh, alsjeblieft. Okay. Ja, graag gedaan. Appel of is het een... Dit is een tomaat. Tomaat. Oh, okay. Promotie van de gemeente. Oké, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Kijk eens. Oh, dat is heel lief. Dan kan je moeder helpen. Wat zeg je dan? Dankjewel. En dan gaan we er voortaan op letten, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Goed, dankjewel. Eigenlijk de kernen en dan met de P en de N. Ja, nu zie ik hem. Zie je hem? Nou, een beetje eigenlijk. Ja. Dankjewel. Ook bedankt. Ja. Ja, we zijn hier natuurlijk Pijnacker Noodrop op de kaart aan het zetten met een mooie promotie en met allerlei streekproducten. En ik heb daar een aantal heerlijke gerechten van gemaakt. Dus een tomatensoep hebben we gemaakt, we hebben een quiche met Oostlandse producten, gebakken pepertjes, een smoothie met komkommer, knoflook, gember en yoghurt. Die is lekker, hè, Jenny? Ja. Het is best koud vandaag. Ja, dat is lekker. Warme quiche. Nee, alsjeblieft. Gember en knoflook. Ja. Nou ja, natuurlijk. Afvalwasje gooien. Of kan je erbij? Ja, dat kan. Met courgette en met heerlijk. Ja, ik ga het maken. Of broccoli met. En ik weet nu de verhouding room en eieren. Oké. Ja? Ik ga er eens naar kijken zo meteen. Oké. Ja. Ja. Ze schrikt zich te pijn. Ja. Moet toch bij zijn bus van rechts. Hoe we zien. Ja, dat geeft niet in. Tasje van de gemeente Pijnacker nodig. We hebben een nieuw logo vandaag gelanceerd. Ja. En je hebt tegenwoordig overal een tasje voor nodig. Dus nu heb je ook die geef ik jou ook eentje. Wil je er ook een? Met tomaat. Dankjewel. En hebben jullie nog een worteltje? Wat? Zijn jullie een wortel? Zo kom ik er wel vanaf, ja. En jij dan? Ik heb ook een banaan. Dat is ook leuk. Jij de banaan? En jij de banaan. Is het klein tijd een banaan of een andere? Maak mij niet zo. Oké, alsjeblieft. Van bijna Knodor. Moet u nog een tasje mee, meneer? Dat je moet tegenwoordig overal een tasje hebben. Ja, dankjewel. Van de gemeente, als het er dankjewel. Niet, namens de gemeente is dat. Ja. We hebben een nieuw logo vandaag gelanceerd. Leuk. U woont ook hier in de gemeente? Mijn zoon. Uw zoon, oké. Okay. Ja. Zo meteen wordt er ook nog een bord onthuld, dat staat daar. Aan die kant, ja. En het is van zeg maar een app die op je telefoon kan downloaden voor de fietsroute. Dat je ook lekker kan fietsen. Fietsen, ja. Dus dat kan ook. Ja, we zagen ze van de week ineens liggen hier. Ja, morgens, nou dat is, dit is het er lekker bij. Ja. Bij hem, dus nou, we samen niet uit, joh. Ja? Neem lekker een tas. Dank je wel. Het zijn pepers, alleen niet pittig. Lekkere zoete smaak. Ik heb hier ook een groentekies met allemaal Oostlandse groenten. Snacktomaatjes, paprikaatjes en komkommers. Een kies met gedroogde tomaatjes. En een streekgroentesoep. Er zit van alles in, bietjes, tomaat, courgette. Komkommer, paprika's. Een hele lekkere komkommersmoothie. Ja. Oh.
kijk. Oh, alsjeblieft. Ja, dat ook. Hij is er heel goed in. Ja, dat begrijp ik. Yay. Goed zo. Oké. En wanneer mag ik hem nou op zijn neus slaan? Wat heb ik nou nog? Dat is een tasje, boodschappentasje. Oh, boodschappen leuk. In. U heeft geen versje aan. Wie bent u? Ik ben van trots, maar dat wist u al. Ik ben een bedelaar. Ik heb begrepen dat we door de Oude Lee heen gaan. De Oude Lee, dat is eigenlijk de weg Oude Lee, dat is de dijk van de veenafgraving. Links en rechts hebben ze daar in het verleden vroeger de veen afgegraven. En de Oude Lee, de weg, dat is de dijk waar je dan overheen rijdt van de veenafgraving. Dus als ze dadelijk daar rijden, dan ziet u links en rechts al de polders. Mooie muziek terwijl ik nu een kiekje van mij gevraagd heb hier in de live studio. Luisteren jullie naar Fleetwood Mac. Anders doe je even wat in de
Wou ik nog even zeggen, die oude lullen tv van nu vind ik altijd wel hartstikke mooi.